Nou, hallo allemaal. Hier ziet u een nagemaakt gebied van de watersnoodramp uit 1916. Vandaag gaan wij aan mensen die aan bezoekers hier vragen stellen. Onze hoofdvraag is: wat doen mensen als er nu in dit leefgebied een overstroming zou plaatsvinden? Natuurlijk hebben wij ook subvragen. Dus die gaan we aan minimaal 6 mensen stellen. En onze subvragen zijn: wat zou je als eerst redden? Hoe zou je jezelf redden? Vind jij dat er voorlichting gegeven moet worden op scholen? Denk je dat er in de nabije toekomst een waterramp gaat plaatsvinden? En wat zou jij als voorzorgsmaatregelen stellen? Nou ja, laten we maar beginnen. Waar dacht u het eerst aan om te gaan redden uit uw huis of iemand? We hadden van tevoren al actie ondernomen, want we wisten dat het had al heel lang gestormd en het water stond heel hoog. Dus we verwachten wel dat het over de dijk zou komen. Niet dat de dijken zouden breken, maar toen hadden we dus al het beddengoed naar boven gebracht en de petroleum en de kachel en de koffiepot en de nachtspiegel. Die hadden we dus allemaal naar boven gebracht voordat het water kwam. Mevrouw? Ik zou eerst de kinderen redden. En mezelf wil ik een ander kunnen redden, dus dat zou ik eerst mezelf redden. En hoe zou u uzelf redden? Dat is een moeilijke vraag, want het ligt eraan wat er voorhanden is. Als er niks voorhanden is, ga ik eerst zwemmen, totdat ik iets tegenkom waar ik op kan klimmen. Proberen bij de botter te komen. En dan zouden we dus op het schip het afwachten. Ik probeer in de haven, als dat lukt, met de storm, dat weet je dus niet. Door op het dak te gaan klimmen. Of kijken of er iets drijft in het water waar ik op zou kunnen gaan zitten. Vindt u dat er voorlichting gegeven moet worden op basisscholen en middelbare scholen? Alleen als er aanleiding voor is. En ik verwacht niet dat die er is. Nou, niet echt, maar je moet wel rekening houden van dat we eigenlijk onder het water leven. Nou, het is wel goed om bewust te zijn dat het in Nederland altijd kan gebeuren. Denkt u dat er in de nabije toekomst nog een ramp zal gebeuren in Nederland? Ik denk niet wat betreft water. Water gaat omhoog en het land wordt steeds voller bebouwd, dus het zou zomaar kunnen. Nou, niet hier op Urk. Wat zou u als voorzorgsmaatregelen stellen? Ik woon al op een boot, dus voor mij maakt het niet zoveel uit. Nou, wat ik vertelde, dat ik dus alles al voor die tijd naar boven heb gebracht. Als het aan de orde zou zijn, een boot lijkt me wel wat. Nou, we zijn tot de conclusie gekomen dat de meeste mensen denken dat er geen ramp gaat gebeuren. Maar dat je wel allemaal voorzorgsmaatregelen moet hebben, zoals een boot op je zolder. Nou, dit was het dan.